Half december start er in de Beerzen een nieuw fenomeen. Een gigantisch groot winterspektakel. Het zogenaamde kerstpakkenparcours. Echt een tongbreker natuurlijk, hè. Een nieuw initiatief waarbij mensen langs bedrijven, door bedrijven, met een heleboel verenigingen in contact gaan komen. En wij willen daar graag eens even over praten met een van de initiatiefnemers, Annette Wirken. Dank u wel. Annette, wil jij ons eens, voor zover het Jan al niet allemaal al verteld heeft, maar ons eens vertellen, waar houdt het precies in? Nou, wij willen eigenlijk op 16 december heel Beers op het Doornboomplein hebben in kerstpak. Kijk, en hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, wij gaan iets organiseren. Een loop, een parcours dus. Met allemaal iedereen in een kerstpak. We vertrekken vanaf het Doornboomplein. We gaan daar een parcours langs door bedrijven zelfs. Heel veel bedrijven hebben hun medewerking, zijn heel enthousiast. Willen heel graag meewerken om een kerstsfeer te creëren. Ook heel veel verenigingen. Ook Zang Doet Leven doet mee. Die zingen bij Vestakker. Hoezo? Dus, komen de lopers ook dan door het bejaardenhuis? Dwars door het bejaardenhuis gaan we doorheen. Door alle bedrijven, één kant erin, andere kant eruit. En het is ongeveer een 3,5 kilometer. Iedereen kan ook meedoen. Of je nu goed ter been bent of in een rolstoel, in een kinderwagen. Al jong en oud, iedereen kan meedoen. Maar iedereen moet in een kerstpak. Waar halen ze dat kerstpak allemaal vandaan? Ja, wij hebben de inschrijving is dus vanaf nu, vanaf vandaag. Okay. Gaan we dadelijk nog zeggen. Het is, bij de inschrijving krijg je ook een kerstpak. Je krijgt, maar ja. Wat kost die inschrijving dan? De inschrijving kost €7,50 voor volwassenen. Kijk eens wat hier binnenkomt. Het is goed. En kost dat €7,50? Nee, jammer, pak. Oh, het pak. Complete pak. Ja, ik wou zeggen, als ik zulke muizen thuis had, dan sloeg ik de kat kapot. Maar jongen, ziet er goed uit. En dat pak ook. Ja. Heel mooi. Is dat jouw promoteam, Annette? Nou, we hebben nog een ander promo. Dit is voor vandaag. Ja? Maar daarachter staan ook nog dames. Ja? Samen met nog twee, Pien en Neeltje van Mulders. Die doen op 16 december. Die zijn dan het promoteam. En die reiken ook een aandenken uit aan het kerstpakkenparcours. Dus je krijgt ook nog een aandenken de afloop? Ja. Ja. Wow. Dat vindt Anneke ervan. Maar het is wel allemaal, hè? Hoi, Anneke. Oh ja. Ja. Anneke. Het is voor meer kerst dan als van het eigenlijke kerstmis. Ja. 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 Want het is heel iets anders dan de dagen na hier in Middelbeers. Ja. Of in Oosterbeers. Hier hebben we dan in Oosterbeers een kerstmarkt. Dit gaat meer de ludieke toer op, begrijp ik. Ja, dat klopt. Op 17 december is er hier een Oosterbeers, een kerstmarkt. Nou, dat is natuurlijk ook een aanrader. En wij van ons, wij hebben ook contact met elkaar. En wij van ons uit zouden zeggen van, ga naar allebei, komen jullie helemaal perfect in de kerstsfeer. En als je nou kijkt, hè? Voor Anneke betreft, Anneke, ik zou jou aanraden om bij Vestakker in de zaal te gaan zitten. Te genieten van Zang Doet Leven. En van al die kerstmannen, vrouwen en kerstkinderen die langskomen. Ja. Is dat een goed idee? Het wordt dadelijk vertaald. Ja. Anneke in een eigen tolk. We gaan het even ondertitelen, Anneke. Dat komt goed. Komt helemaal goed. Zeg maar, Anit, maar ik begrijp dat jij gokt op honderden mensen die mee gaan doen. Ja. Die gaan door die bedrijven heen. Die zien, want ik heb begrepen, de brandweer doet mee. Die zorgt dat er sneeuw is. Ja. De scouting die zorgt dat de kinderen marshmallows kunnen gaan bakken. En kampvuur. Het is echt een heel erg breed gedragen evenement. En is dan ook de bedoeling dat je binnen... Ja, rennend hoeft het niet, want ik hoorde dat iedereen meemaakt. Ja, het mag. Is er een bepaald wedstrijdelement? Zit er dat aan? Nee, het is geen wedstrijdelement op zich.
Nee, iedereen kan gewoon meedoen en het gaat niet om tijd of om... Dus dat betekent ook dat ik bijvoorbeeld, ik heb kleinkinderen, ja. Die zou ik mee kunnen, maar dat pak, dat past toch niet voor mijn kleinkinderen? Hoe moet je dat doen? Dit zijn de grotere maten. Ja. We hebben ook kindermaten natuurlijk. En de kindermaten die kosten €5 per stuk. Zien er hetzelfde uit, maar dan kleiner, hè? En kinderen tot aan de basisschool, die mogen gewoon zo mee? Tot aan de basisschool mogen gratis mee. De kinderen van basisschoolleeftijd, die mogen voor €5 in het kleinere pak. En de volwassenen voor €7,50. En dan krijg je zo'n mooi pak. Maar ik lees daar op de affiche achteraan, dat de eventuele opbrengst, want ik kan me niet voorstellen dat je daar nog geld aan overhoudt, maar die is voor wie is die? Voor ALS. En voor Parkinson, Parkinsonvereniging. Ja. Ja. Dat vind ik toch een mooie kerstgedachte. Ja. Om terug te komen op Anneke. Ja. Ja. Er zit wel een kerstgedachte achter. Ja. Mooi. Heb je nou een speciale oproep die je wil doen? Heb je voldoende... Ja, je hebt al een heleboel verenigingen, heb ik begrepen, die mee gaan doen. Hè? Dus die zijn aanwezig, die staan onderweg bij het parcours. Misschien voor de aanwonenden... De aanwonenden gaan we nog allemaal aanschrijven om ook gezellig... het parcours is bij jullie nog niet bekend natuurlijk, bij ons wel. Maar die gaan we allemaal aanschrijven en we gaan proberen of die ook een beetje een kerstsfeer willen creëren in hun, voor hun huis, in hun buurt. En hoe bezorg jij al die pakken? Hoe gaat dat? Die gaan we zelf rondbrengen bij mensen. U kunt vandaag inschrijven hier. We hebben inschrijfformulieren, maar je kan ook via de website. Dat is www.kerstpakkenparcours. En parcours, daar schrijf je met... staat het daarop? Ja, parcours. Op zijn beers, hè? Gewoon zoals je het zegt. Kijk. En we hebben ook een Facebookpagina, dus dat kan ook. Ga je zelf ook in het pak, Annette? Ja, natuurlijk. Oh, oké, okay. dat biedt voor heel veel mensen dan in één keer een mooi perspectief, hè? Ja. Toch? Nou, dan hopen wij op een fantastisch evenement. Weer iets nieuws in de Beerzen. Ja. Ik zeg, doe mee allemaal. Dankjewel, Annette. Dankjewel, promotief.